maken vandaag een ontbijtbroodje van de Mac. Namelijk de Egg McMuffin. De McMuffin is uitgevonden in 1971 bij een Mac ergens in Californië. En toen vlak daarna is het over de hele wereld gegaan en heeft McDonald's ook ontbijtjes. En bij de Nederlandse Mac heb je twee variaties. Je hebt een Egg McMuffin met bacon en je hebt een Egg McMuffin met een sausage ding. Sausage. En misschien gaan we ze wel combineren tot één hele grote. Ik heb nog geen idee. En het wordt fantastisch en het wordt lekker. En je hebt nog nooit zo lekker ontbijtje gegeten. Lekker man. En we gaan beginnen met onze Engelse muffin. En dat heeft niks te maken met de muffin die wij kennen, die zoete crap. Nee, dit is gewoon een soort gerezen broodje die we bakken in de pan. En daar komt ons shit op. 300 gram broodbloem. Broodbloem zorgt eigenlijk voor dat je broodje wat steviger wordt en meer broodstructuur krijgt. Dus als je het kan krijgen, hou je dat. Heb je dat niet, doe je gewoon een bloem. Maakt maar geen reet uit. 300 gram bloem gooien we gewoon zo in een dingetje. En dan gooien we 6 gram zout bij. Even je zout en je bloem even mengen met elkaar. 1 zakje instant gist, dat is ongeveer 7 gram. Gooi je zo erbij. 15 gram witte bastardsuiker. Gooi je zo bij je hele meuk. 1 uf, dat is Frans voor ei. Gooi je ook erbij. Zo. 15 gram gesmolten boter. Zorg ervoor dat dit nou niet te heet is. Want dan gaat je gist dood. En dan flik je gewoon zo 15 gram gesmolten, ongezouten boter flik je erbij. 170 ml lauwe melk gooi je gewoon zo bij je hele mengsel. En ga je dit gewoon voor 10 minuutjes lekker laten mengen. Zo! En dan smeer je je handen gewoon in met een beetje olie. Die deeg je eraf. En doe je een heel klein beetje bloem over je werkbank heen. Zo. En dan pak je je plakkerig deegje, plak je, doe je op je werkbank met twee handen. Boor je er een mooie bol van. Hele mooie bol. Pak je grote bak en dan doe je gewoon een heel klein beetje olie doe je erin. Gewoon een scheutie, huppatee, half eetlepel. Pak je klauw en smeer je die hele bak in met olie. Pak je beet, doe je in die bak. Je deegje gewoon een uurtje laten rijzen. Warme plek, totdat die twee keer veel geworden is. En dan komt alles helemaal goed. Zoals ik in het begin ook al zei, in Nederland heb je twee soorten Egg McMuffins. Je hebt er eentje met bacon en je hebt er eentje met een worst die opengesneden is en daar hebben ze een hamburgertje van gemaakt. En die zit dan ook op je Egg McMuffin. En die worst gaan we maken. We gaan een worstmengsel maken en daar gaan we niet een worst van maken, nee. We gaan er een soort hamburgertje van maken. Zelfgehakje maken, ik ga er heel snel doorheen, want sommige van jullie zijn helemaal zat met zelfgehakt maken. Gaan we. Hier zo heb je een gehaktmolen. 300 gram procureur en hier heb ik 300 gram aan speklappen. Die gaan we allemaal even in stukken snijden, zodat ze makkelijk door de molentje heen kunnen. Gewoon aanzetten. Pak een paar stukken vlees en doe die zo in je dingetje. Pak je die buttplug en dan douw je al je vlees erin. Kijk, en dan komt hier, fucking mooi gehakkie uit. En doe alles maar gewoon lekker erin. Gehakkie, lekker klaar. En dan gaan we op smaak brengen met dit. Dit is verse worstmix van Bekum. Hier heb je 10 gram van je worstmix. En dat gooi je gewoon zo door je hele mengsel heen. En dan gaan we alles mengen. En je mag het best wel lekker stevig... Oeh, shit, de helft gaat ernaast. Stevig beet pakken met die klauwen van je. En gewoon zo helemaal doorheen mengen. Pak het beet, gooi het terug in je bak. Gooi het terug in je bak. En mishandel dat stukje vlees gewoon lekker een beetje. En dat mengen doe je ongeveer 3 à 4 minuutjes. Dit doe je zodat alle eiwitten aan elkaar gaan plakken. En je gewoon een heel goed mengsel krijgt. Je doet eigenlijk dezelfde manier doe je als je gewoon worsten gaat maken. Mengseltje, helemaal klaar. Gooi dit in de koelkast totdat het tijd is om je burgertjes te vormen. Onze English muffin deeg, helemaal klaar met rijzen. Hier zo. Sla je zo al je luchten uit. Grof maismilk. Kijk, gooi je zo over je werkbank heen. Haal je deegje eruit en die doe je erop. We gaan ons deegje opdelen en elk balletje moet ongeveer 110 gram zijn. Balletje, 110 gram. Kijk, huppatee, 110 gram. Balletje. Pak je een klein beetje bloem. En dat doe je ook eroverheen, zo over al je balletjes heen, zo klein beetje op je werkbank. Op een bakplaatje, een beetje bakpapier. Dan ga je zo je balletje pakken en die ga je een beetje bolletje vormen. Helemaal opgebold, wat doe je? Pak je beet en leg je zo op je bakplaat neer. En dat doe je met elk bolletje. Pak je een klein beetje van je maismeuk en dat doe je een beetje aan de bovenkant. Een beetje van die maisdinges erop, kijk zo. Pak je een beetje folie en ga je de boel afdekken. Half uurtje laten staan, gaat dit nog een klein beetje rijzen. Gaan we straks onze English muffins lekker maken. We gaan mise en place doen voor onze McMuffin. Oftewel, voorbereid het werk. Pak je grote bakpan. Zet je op je vuurtje. Zet je je vuur aan. Mooie plakken ontbijtspek. Die doe je alvast gewoon zo in je pan. Gewoon in een koude pan. Dit wordt de topping voor onze McMuffin. En die laat je gewoon lekker bakken hoe jij wil. Wil je het helemaal krokant, bak je ze helemaal krokant. Wil je ze wat minder krokant, doe je ze minder krokant. Wat jij lekker vindt. Op je McMuffin. Je kan met dit receptuur 5 broodjes maken en we doen 2 plakjes ontbijtspek op elk broodje. Dus gebruik 10 plakken. Super sexy,
stukje spekkie. Doe je op een bordje met een beetje keukenpapier, zodat het vet er een klein beetje af kan druipen en geabsorbeerd kan worden, anders wordt het te vet. En zo bak je al je 10 plakken spek. Gehaktmengsel 600 gram, gedeeld door 5 is 120 gram. Heb je hier zo 5 balletjes en die gaan we even een klein beetje indrukken. Dus je doet hem in de palm van je hand en je drukt hem helemaal aan, dat hij helemaal compact wordt. Pak je een beet en dan druk je hem gewoon een beetje plat en dan vorm je hem gewoon een beetje bij. En zo groot maak je ongeveer je burgertjes, kijk, zie je? Net iets groter dan je English muffin. Gooi je gewoon een grote bakpan op. 2 eetlepels olie erin. 1, 2. Pak je burgertjebeet. Die doe je in de pan. Bak ze ongeveer 3 minuutjes aan de ene kant. Draai hem om. 3 minuutjes aan de andere kant. En dan zijn ze perfect voor je McMuffin. Pak je beet en draai ze gewoon voorzichtig om. En kijk dan, dit is toch fantastisch. En je worstenburgers zijn ook helemaal klaar. Dit is toch fantastisch. Ik heb een lekker kaasje gekocht. Een oude cheddar waar whisky in zit. Dit ga ik op mijn Egg McMuffin doen. Die ga je raspen. Ook helemaal gerapt, kijk hier dan. English muffins, half uurtje gerezen, helemaal klaar. Zijn iets groter geworden, plasticje eraf halen. Pak je een klein beetje van je grove maïsmeel. Heb je dat nou niet, gebruik gewoon een beetje bloem. Gooi dat een beetje zo over je werkbankje heen. En dan ga je voorzichtig één balletje pakken. Zo. En die leg je zo op je maïsmeel neer. Doe je wat maïsmeel erbovenop, zo. En dan druk je hem zo plat dat de diameter 9 centimeter is. Dan druk je hem gewoon een klein beetje plat. Pak je grote bakpan. Zet je op je vuur, zet je vuurtje, zet je aan. Pak je English muffin beet, pak je beet en die doe je zo in de pan. Zo, in de pan, in de pan. Gewoon het allerzachtste vuur wat je hebt. En nu laat je de ene kant laat je 4 tot 6 minuutjes pakken. Flip je hem om, laat je hem weer 4 tot 6 minuutjes pakken. Kijk dan. Ik denk dat ze nog even de oven in moeten. Even voorverwarmen op 180 graden. Dan zijn ze mooi goudbruin aan de onderkant en bovenkant. En dan leg je ze zo op een bakplaatje. Je pakt zo heel je meukbeet, doet die in de oven, doet hem dicht en laat hem ongeveer een minuutje of 8 à 9, laat je hem gewoon staan. Oeh, wat zei ik nou? Een minuutje of 8 à 9 en dan zijn je English muffins helemaal klaar. Als je de McMuffin ziet, dan is je eitje mooi in een rond vormpje helemaal gebakken. Mooi rond op je broodje en dat doen ze met behulp van dit. Dit is een stekertje. Kijk, zie je? Huppatee. Oh, wat mooi zeg. Hier zo hebben we een pan met de anti-aanbaklaag. Zet het vuurtje alvast aan. Doe je ongeveer 1,5 eetlepel boter doe je in de pan. En laat de hele boel maar gewoon lekker een beetje smelten. We willen niet dat ons eitje blijft plakken aan ons stekertje. Wat gaan we doen? Pak je een klein stukje boter en smeer je de binnenkant van je ring smeer je in met zo je boter. We willen dat ons eidooier heel blijft, zodat je hem straks door het midden snijdt. Dat zo je ei heel lekker eruit. Dat weet je echt zo'n porno shot. Pannetjes heet. Pak je je stekertje, die doe je in het midden van je pan. Pak je één eitje en die breek je in het midden van je stekertje. Maar dan wel zonder die. En laten we nu maar gewoon lekker bakken. En zodra je ziet dat de onderkant van je eitje een klein beetje gebakken is, pak je ongeveer 2 eetlepels water, die doe je aan de buitenkant. Dan gaat het stomen en met die stoom gaan we het ei gaar maken. Doe je je deksel dicht en dit laat je nu ongeveer 50 seconden staan en dan is je eitje gaar genoeg voor je McMuffin. Kijk, en dan haal je zo eraf. Dan moet je een beetje voorzichtig zijn. En dan haal je zo je eitje eraf. Kijk dan! Kijk dan! Hohoho. Voorzichtig je eitje pakken. McMuffintjes zijn ook helemaal klaar. Wat kan je doen? Hou je dezelfde pan, hou je op. Want daarin gaan we ze een klein beetje toasten. Klontje boter, gooi je in de pan. 1 English fucking muffin. Oh. Je gebruikt gewoon een vork. Je steekt hem erin en je draait hem een kwartslag. Zo ga je eigenlijk heel je muffin ga je zo langs. Tadaa. Pak je een beet, doe je zo de English muffin erin. En zorg maar dat je ze lekker krokant toast. Oh. Pak je ongeveer 3 eetlepels met mayo. 1, 2, en dat is 3. En door je mayo doe je dit. Hot sauce. Dat is 1, 2. Meng je met elkaar. Wat doe je daarmee? Pak je beet, doe je zo. En die doe je zo erop. Pak je een beetje van je whisky cheddar. En die doe je zo erop. En die willen we een klein beetje gesmolten hebben. En die pakken we beet en die gaan we gewoon een klein beetje lekker smelten. Onze worstenburger, wat doen we? Die doen we zo erop. Een mooie gebakken eitje en die doen we erop. Pakken nog een beetje van onze kaas en die strooien we zo eroverheen. Klein beetje smelten. 2 plakjes van onze bacon en die doen we zo erop. Doen we ons laatste eitje erop. Smeren we nog even in met een beetje van onze mayo. Die doe je er bovenop. McMuffin, eten met niks stijl. Kijk eens hier zo. Oh my god. Sausage, dingetje, eitje, bacon. Dit is fantastisch, dit is lekker. Eet smakelijk. Lekker eten, gaan we. Oh, 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 oh. Dit wil je hebben
bij je McMuffin. Jeetje, Nina. Dit is één grote familie die je zo in je mondje stopt. Oh my god. Dit is één lekker ontbijtje. Dit heeft niks meer met de McDonald's te maken. En je hoeft de English Muffins niet gelijk 's ochtends te maken. Je kan ze ook gewoon een dag van tevoren maken. Even in je toaster stoppen. En dan kan je gewoon dit maken voor ontbijtje de volgende dag. Wil je nou ook die worstenburgers maken? Haal die verse mixkruiden bij Van Beekem. Linkje staat in de beschrijving. Klik erop. Voer de code NICK10 in. En krijg 10% korting van mij voor jullie. Maar niet alleen op dit dingetje, maar gewoon op alle kruiden in de winkel. 10% van mij voor jullie. One love. Kusje op je voorhoofd. Dit was de aflevering van deze week. Volgende week zijn we gewoon weer terug. Ga ik weer keihard mijn best doen om voor jullie lekker vreten te maken.